Hallo, ik ben Sita Boman en ik wil u vandaag iets vertellen over hoe het is voor u als patiënt om geopereerd te worden aan staar. Bij staar halen we uw vertroebelde lens halen we uit uw lenszakje en we zetten daarvoor in de plaats een kunstlens. Wat kunt u het beste doen aan voorbereiding op de staaroperatie? Zorg ervoor dat u de druppeltjes in huis heeft die u nodig heeft na de operatie. In sommige gevallen moet u zelfs al van tevoren druppelen. U kunt gewoon doen zoals u normaal gesproken ook doet tijdens de operatie. Dus als u gewend bent om lekker te ontbijten, doe dat. U kunt gewoon koffie, thee, sapjes, u kunt alles eten wat u wil. En wordt u in de middag geopereerd, dan kunt u ook gewoon lunchen. Neem daarbij ook de medicatie in die u gewend bent om in te nemen. Zelfs de bloedverdunners, die kunt u gewoon innemen. Geef wel van tevoren aan dat u bloedverdunners gebruikt. Tijdens operatie is het prettig om makkelijke kleding te dragen. Dus kleding die niet knelt. Zorg misschien voor wat laagjes, zodat u wat uit kunt trekken als u het te warm heeft. Alhoewel dat bijna nooit het geval is, want op de operatiekamer is het vrij fris. Zeker als u in de zomer wordt geopereerd, dan is het contrast erg groot. Zorg ervoor dat u wat meeneemt, dat u zich warm kunt aankleden, mocht dat nodig zijn. Zelfs een paar sokken meenemen, want je wil geen koude voeten tijdens de operatie. Gehoorapparaatje liever uitdoen aan de kant van waar u geopereerd wordt. Dus als u rechts wordt geopereerd, dan ook aan de rechterkant het gehoorapparaat uit. Geen crèmpjes of make-up gebruiken, want anders plakken de doeken die wij gebruiken om alles steriel af te dekken, die plakken dan niet. En ook heel belangrijk, neem iemand mee als begeleider waar u zich prettig bij voelt. En dan ga je wat lekkerder de operatie in. Dan voel je op je gemak. En we willen natuurlijk zoveel mogelijk rust tijdens de operatie, zodat u zich prettig voelt. Meestal worden er druppeltjes gegeven als verdoving. Dat is eigenlijk bijna in alle gevallen afdoende. Mocht het echter nodig zijn, dan kunnen we extra verdoving geven. Zoals ik al zei, we dekken alles steriel af. En we gebruiken een spreidertje, zodat u niet meer kunt knipperen. Dus u hoeft niet bang te zijn dat u denkt van, oh jee, ik ga knipperen, want dat lukt dan niet meer. U kunt wel nog uw oog bewegen, maar omdat u toch naar het microscooplichtje moet kijken, wat heel erg fel is in het begin, dan weet u precies waar u naar moet kijken. En in het begin is dat wel wat verblindend, maar dat komt eigenlijk meestal goed. Het is net eigenlijk een soort lichtshow die u bijwoont op die manier. En voor de meeste mensen dus ook goed te doen. Het is wel belangrijk als u engtevrees heeft, dus claustrofobie, om dat aan te geven bij uw oogarts. Want dan kunnen we tijdens het steriele afdekken van het oog daar al rekening mee houden. Mocht het heel ernstig zijn, dan moeten we eventueel een andere oplossing bedenken. Al met al zijn we erop gericht om het zo comfortabel mogelijk voor u te maken. Comfort is heel erg belangrijk. Dat u lekker ligt, dat u zich op uw gemak voelt. Een goede relatie met uw oogarts helpt daarbij. En dan kom je meestal die operatie wel goed door. En voor de meeste mensen is het dan ook goed te doen. Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen op de regel. Maar ik zeg al, in de meeste gevallen is het goed te doen. Goede voorbereiding is al de helft van het werk. Praat goed met uw oogarts. Neem dingen door als u onzeker bent over bepaalde zaken. Neem het door. Vraag het nogmaals, want een goede voorbereiding is het halve werk. En dan weet je waar je aan toe bent. Ik hoop dat u wat heeft gehad aan deze video. U kunt het ook vinden op www.boonmanoogarts.com. Dank u wel voor uw aandacht.